Stress op de werkvloer. Het is beroepsziekte nummer 1. En daarom is vandaag de week van de werkstress begonnen. Ruim 100 grote bedrijven delen hun oplossingen om stress tegen te gaan. Het evenement is een initiatief van minister Asscher en hij trapte de week dan ook zelf af. Je gaat iedere dag met lood in je schoenen naar je werk. Niet omdat je het werk op zichzelf niet leuk vindt, maar omdat het gewoon niet lukt. Het is steeds te veel. De aansturing loopt misschien niet. Er is een werksfeer die slecht is. Er wordt misschien zelfs getreiterd en gepest op het werk. Of misschien een combinatie van al die dingen samen. Een grote wet van Murphy. En dat is dan je werk. Mensen realiseren ze niet hoe ontzettend veel mensen echt last hebben van werkstress. Dat je er ziek van kan worden. Dat mensen vol met talent echt uit kunnen vallen. En soms een jaar aan de kant staan of langer met een burn-out. Vraag mensen ernaar. Dus je kunt over werkstress gaan praten als er 2 van de 10 medewerkers ziek thuis zijn. Je kunt ook mensen eerst eens even vragen: hoe ervaar je je werk? Hoe ervaar je de werkdruk? Hoe kun je het werkplezier nog groter maken? We hebben ook een site, checkjewerkstress.nl. Daar kun je ook een paar van de signalen zien. Het is nooit 1 signaal, maar als je een paar van die signalen hebt. Dus je blijft maar aan je werk denken, je kan eigenlijk niet meer mee stoppen. Je slaapt er slecht van. Zo'n hele reeks van dingen. Ja, dan moet je de druppel eigenlijk herkennen die de emmer doet overlopen. En dan wordt het tijd om met je leidinggevende in gesprek te gaan. Heel belangrijk. Bescherm jezelf, check je werkstress en herken de druppel.